armen van de Vader zijn vandaag voor ons open. We gaan lezen uit het boek Handelingen. Handelingen, Acts in het Engels, daden. Het is de kerk aan het werk in Handelingen. We zien in Handelingen een groeiende beweging. De kerk groeit en is in beweging. Het evangelie wordt verkondigd. Mensen worden gevonden door God. Mensen vinden genezing. De kerk groeit tegen de klippen op. Af en toe noemt de Bijbel zelfs een getal. 3000 op de eerste dag. En we zien hoe Gods geest de kerk in beweging zet. En het is een prachtig boek. Het is een boek. Het is niet de gedachten van de apostelen, of ook niet de preken van de apostelen. Het boek heet de Handelingen van de apostelen. En in dat boek gaan we lezen. We gaan naar het 8e hoofdstuk en de tekst komt ook op het scherm. En we lezen vandaag over de Filippus en de Ethiopiër. Er komt een moeilijk woord zometeen voorbij, dat is een eunig. En een eunig, als je nou een zak alvast zeggen, dat is een gecastreerde man. Dan weet je dat alvast. Ik denk, wat betekent dat woord? Waar gaat dit nou over? Komt-ie. Klaar? Komt-ie. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. En Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. En daar kwam hij in Ethiopië tegen een eunig. Een hoge ambtenaar van de Kadaken, dat is de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist, een hele voorname, belangrijke functie. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. Met andere woorden, hij is in de tempel geweest, want dat is de plek van aanbidding. Hij zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. En de geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. En Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijp je ook wat je leest? En de Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen om bij hem te komen zitten. En dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid, als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. En de eunuch vroeg aan Filippus: kunt u mij zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? En daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus. Waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. En onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei: kijk, water. Zou ik ook vandaag kunnen zeggen: kijk, water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch. Waarop daarna Filippus hem doopte. En toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in allerlei steden het evangelie, tot hij in Caesarea kwam. Wel, zometeen gaan we het wat meer inzoomen op de eunig, deze man. Maar voordat we dat doen, wil ik even inzoomen op deze Filippus. En wat we gaan doen is even, we komen zo terug bij dit verhaal, maar even een soort helikopterview. Even erboven hangen. Wanneer komen we Filippus tegen en wat zien we hem zo al doen voordat hij deze man ontmoette? Wel, Filippus komen we het eerst tegen in Handelingen 6, vers 5, waarin hij met een aantal anderen wordt gekozen om te helpen bij het uitdelen van brood voor de armen. Een hele, je zou zeggen, praktische bediening, een surfbediening, onze omgeving dienen. En daar ging wat mis, het was heel druk en de bediening groeide. En daar waar de bediening groeit, komt soms ook druk, juist ook bij leiders. En die denken: oh, ik moet alles zelf doen. En op een gegeven moment krijgt de apostel het idee: wacht even. We moeten dingen kunnen delegeren naar anderen. En dan gaan de apostelen wat werk delegeren, daar waar het gaat om de verdeling van brood onder de niet-Joden, de Grieks sprekende weduwe. En dan, nou, het klinkt een beetje praktisch allemaal, maar hoe praktisch de bediening ook is, het moeten wel mannen zijn die goed bekend staan en vol van de Heilige Geest. En een aantal namen worden daar genoemd. En de twee zijn heel bekend. En dat is deze ene Filippus. En de andere is Stefanus. Die een hoofdstuk in dit gedeelte, ook in deze omgeving, ergens in Handelingen 8 wordt gestenigd.
omdat hij getuigt van zijn liefde voor Jezus. En hij legt het evangelie uit en onder leiding van een Saulus, die later Paulus zou heten, wordt hij gesteend. Misschien ken je die Stefanus, heb je wel eens van hem gehoord. En zo wordt Filippus en Stefanus, die worden genoemd als mannen vol van de Heilige Geest. Die goed bekend staan en dat zijn jongens die dienen de gemeente. Ze dienen het lichaam van Jezus Christus. Vol van de Heilige Geest, het evangelie. Het is meer van hun, van ze gaan niet naar de kerk. Filippus is de kerk. Hij is de kerk. En Stefanus, ze zijn de kerk. En zo komen we ze hier tegen, zo komen we Filippus tegen, als een man die wordt ingezet om ook de kerk te dienen. Nou, dan lezen we overigens in Handelingen dat er weerstand en vervolging komt. Ik zei net al, Stefanus wordt gestenigd. Maar meer dan dat, er komt een vervolging waardoor christenen uit Jeruzalem wegvluchten. En het is misschien de tactiek van Satan om de kerk tegen te werken, maar wat hij niet weet is dat hij bijdraagt aan het plan van God. Want de zending gaat buiten Jeruzalem verder nu naar Samaria en het uiteinde van de wereld. Daar waar die christenen komen, komt Jezus. Daar waar die christenen komen, daar is de invloed van het koninkrijk van God wordt zichtbaar. En zo ook met Filippus. Waar hij komt, daar gaat Jezus met hem mee. En zo is hij, je zou kunnen zeggen, Filippus is de kerk. Daar waar hij komt, gebeuren er dingen. En een van die dingen die we lezen is in Handelingen 8, dat Filippus naar de stad Samaria gaat. En er staat, en hij verkondigde hun de Messias. Dat is Jezus. Jezus de Messias, Jezus Christus. Alle inwoners, grote taal, luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei. En hoe komt dat? Nou, toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die onder luid geschreeuw verlieten. En tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Wat een bijzondere zin. Het zal maar over jou gezegd worden, dat daar waar jij komt, veel mensen worden bevrijd van demonen die onder luid geschreeuw de mensen verlieten. Ik heb altijd het idee, als wij zulke diensten zouden hebben, als de Heilige Geest zo in beweging zou zijn, dat heel veel mensen zich oncomfortabel zouden voelen. Doe even gewoon, doe even rustig, doe even kalm, niet zo gillen, niet zo schreeuwen. Maar weet je wel, kerk is vooral gewoon hè, netjes zitten, stil, luisteren. Weet je, dat, weet je. En wat gebeurt er als Gods Geest komt? En dat die mensen genezen of inderdaad bevrijd worden of dat demonen schreeuwend het pand verlaten. Ik denk dat heel veel mensen het een beetje ongemakkelijk zouden vinden. Ik eigenlijk ook. En toch denk ik, o Heer, maak ons ongemakkelijk. Doe het vandaag, doe het hier, doe het vandaag. Dat u geneest, dat u bevrijdt, toch of niet? Iets meer ongemak in de kerk. Ik pleit voor meer ongemakkelijke momenten in de kerk. Ja? Kom op. Hey. Nou, je zou dus kunnen zeggen, Filippus heeft nogal een succesvolle bediening. Hij heeft veel bekijks, zou je kunnen zeggen. Mensen lopen erop uit. Alle inwoners luisteren met grote belangstelling. En dat klinkt als een overdrijving en ik denk dat het ook een beetje is. Ook als wij zouden zeggen, het hele dorp liep uit, dan weten we ook wel dat het niet letterlijk het hele dorp is. Maar wat betekent het wel? Het betekent wel dat de keuze van Lucas' woorden, die is de schrijver, dat zijn woordkeus iets laat zien over wat er met die stad Samaria gebeurt. De stad Samaria komt onder de invloed van het koninkrijk van God. Daar waar allerlei mensen de baas over Samaria waren, Rome was vooral de baas over dat hele gebied, komt er eigenlijk een nieuwe machthebber. Niet Caesar, maar Christus. En daar komt Gods koninkrijk, wordt zichtbaar in de bevrijding die er is. En de mensen die genezen. Er komt een andere smaak in Samaria, er komt een ander geluid. Er komt een andere sfeer, er komt een andere cultuur. Samaria komt onder de invloed van koning Jezus. En in dat centrum van die bediening staat dus deze ene Filippus. Het heeft effect op de hele samenleving. De stad wordt door God gezien. Samaria is een stad en trouwens ook een streek eromheen. En met elke genezing en bevrijding is het alsof de stad genezen wordt en bevrijd wordt. Want God heeft hier ook de stad op het oog. En soms vraag ik me af, is onze visie op kerk zijn groot genoeg? Zijn we er vaak niet alleen bezig vooral met na te denken over de enkeling? De ene die Jezus mag ontmoeten? Is Mozaïek... Zijn wij als kerk
bewust van het feit dat God ons een stad, een dorp geeft. Hij zegt, hey, Veenendaal is voor jullie. Breng mijn heerschappij, breng mijn koninkrijk over dit dorp. Laat mijn invloed merken in de straten, op de pleinen. En hoe gaaf ik ook aanbidding in Mozaïek vind op zondagmorgen. Ook vandaag gaan we weer, gaat de band straks tekeerd, wordt gaaf. Maar in hoeverre hebben wij visie om ook aanbidden, God te aanbidden op onze straten? In hoeverre hebben we visie om voor God, om ook voor mensen te bidden op straat? Dat is ook zoiets. Weet je, hier komt een stad onder de invloed van Jezus door de bediening van Filippus. En in hoeverre dromen wij daarvan? In hoeverre denken wij, wacht eens even, de kerk is ja natuurlijk een plek van kracht, maar de kerk is ook op zichzelf kracht, daar waar zij naar buiten gaat. En daar waar zij gewoon in de straten, in de klaslokalen, op schoolpleinen, in de winkels, daar waar wij mensen ontmoeten, daar komt Jezus, zoals Filippus, daar hij kwam in Samaria, Jezus kwam daar. En soms vraag ik me dat af, gewoon van in hoeverre. Hebben wij visie dat wat wij hier doen, wat weer echt te gek is. Maar misschien roept God ons wel om wat wij hier doen ook op straat te doen. Om niet alleen hier ministry teams te hebben, maar op straat ministry teams te hebben. Om daar te bidden voor de zieken. Om daar handen, weet je, op mensen nou geloven of niet. Kijk, natuurlijk is het goed dat het evangelie heel persoonlijk is. Ik was net tot geloof gekomen en toen kreeg ik van iemand een bijbeltekst. Ik was een 15-jarig jochie op MAVO 3. En er kwam een jongen naar me toe en hij heette Mark en ik leerde hem kennen. Want hij was ook christen en hij dacht, hey, er is nog iemand christen geworden op school. Oh, weet je, ik ben niet meer alleen, dat gevoel. En hij kwam met een bijbeltekst om me te bemoedigen. En had hij van zijn moeder gehad. En die zei, joh, geef dat maar aan Kees. En er stond op Johannes 3 vers 16, dat is de bekendste bijbeltekst denk ik in de Bijbel. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben, toch? Ja, kennen we die? Ja, en daaronder stond dan het zinnetje, zie om mijn zijde wie God al zo lief heeft. En toen draaide ik om, het was het spiegeltje. En dan keek ik zo in mijn eigen gezicht. Oh ja, ja als lief van God de wereld. Maar dat ben ik, God heeft mij lief. En zo kwam het evangelie zo dichtbij. En dat is goed, dat we het evangelie ook echt dichtbij brengen. Maar vergeet niet, God heeft ook de stad voor ogen. God heeft een dorp voor ogen. God heeft een streek voor ogen. Niet voor niks zeggen we in onze visie van elkaar houden. En onze omgeving dienen naast God aanbidden. We willen onze omgeving dienen. Toen ik dit van de week hierover nadacht en ik zag zo de bediening van Filippus in de stad Samaria en hoe de inwoners onder de invloed komen, toen moest ik opeens denken aan een liedje. You're the God of the City. Ken je dat? You're the God of the City. You're the hope of this nation. You are. Ken je dat liedje of niet? Ik kan me voorstellen. Ron? Heb je hem? Hey, ik zal even iets vertellen over dit liedje. Aaron Boyd, ik heb hem eens ontmoet. De jongen werd door zijn missions pastor gevraagd om met zijn bandje, Blue Tree, dat is een worship team uit de kerk in Belfast. En we werden gevraagd, wil je met ons mee naar de stad Bangkok? Om daar het evangelie van Jezus Christus te brengen door simpelweg muziek te maken, God te aanbidden. En de jongens gingen dus daarheen naar Bangkok en ze gingen spelen in een bordeel. Dat is nog eens een plek om God te aanbidden. Waarom aanbidden we God niet in een bordeel? Waarom zingen we alleen maar voor God in de kerk? Waarom zingen we niet op de straten? Waarom zingen... Smith Wigglesworth zei, iedereen, elke man die aanklopt bij een bordeel, klopt eigenlijk aan bij het hart van God. Maar hij weet het niet, wat zijn leegte is. En Aaron Boyd stond met een team daar te spelen. En terwijl zijn landgenoten Ieren en Engelse land langsliepen op zoek naar seks. En op zoek naar vervulling, om hun leegte, toen brak zijn hart. En hij bedacht, wacht even, het evangelie is meer dan voor die ene man. Het evangelie is voor deze stad. God wil Bangkok bevrijden en gerechtigheid brengen. En terwijl hij door die mensen langsliepen, begon hij spontaan, door de geest geleid, profetisch, te zingen. U heeft een plan voor deze stad. U heeft hoop. U bent de hoop voor deze stad. Greater things have yet to come. Greater things are yet to be done in the city. En terwijl hij zo zong over de straten,
Terwijl hij zo zong over de mensen, werd zijn hart ruimer gemaakt. Werd het evangelie ruimer als voor de enkeling, maar werd het evangelie voor hem als voor de stad. Ze speelden in de Climax Bar, notabene. De deal met de eigenaar was dat ze veel christenen zouden meebrengen en die zouden dan Coca-Cola kopen. Geen drank. En zo hebben ze het gedaan. Greater things have yet to come. Dank je, Ron. Greater things are still to be done in the city. Is ons perspectief groot genoeg? Is onze visie groot genoeg? Of zitten we, hebben we christendom verpakt tot een moment op zondagmorgen? Hier zingen we ons lied. Maar de kerk is de kerk op zijn sterkst, daar waar we de ander ontmoeten. De juiste vragen stellen. Dat geldt voor Bangkok, dat geldt voor Belfast, dat geldt voor Veenendaal. Waar staat de kerk in een eigen stad? Ook in onze dorp, ten opzichte van prostitutie. Waar staan wij ten opzichte van loverboys problematiek? Hoe zit het met slavernij in ons dorp? Armoede, vluchtelingen of allerlei vormen van ongerechtigheid in onze samenleving. Kijk, we hebben als kerk Jezus autoriteit. We hebben het leven van Jezus in ons. Hij die dood was, maar weer is opgestaan, leeft in ons. En de kerk is op haar best wanneer wij ons dorp, wanneer wij onze stad dienen. En zo zien we dat hier bij Filippus. Zijn bediening begon met het omzien naar de armen en het brood voor de weduwe, zij die honger hadden. Maar een hoofdstuk verder zien we dat het niet meer alleen brood uitdelen is, hoe belangrijk ook, maar het is de zieken genezen en de gebondenen, de bevrijden. Met andere woorden, Filippus' bediening was een en al openbaren van Gods koninkrijk. Van brood voor de armen tot bevrijding van gebondenen. En je zou dus kunnen zeggen, Filippus man, dit is de plek waar je moet zijn. Filippus, dit is de plek waar je moet zijn. Kijk eens naar de vrucht van je leven, man. Kijk eens naar de vrucht van je woorden en de vrucht van je handen. Kijk, want als mensen tot geloof komen, zoals in Samaria, en als mensen genezen, en als de stad wordt vernieuwd, nou, dan mag je wel spreken van een opwekking. En daar is een opwekking gaande, en te midden van die opwekking staat Filippus en staat zijn bediening. En ik denk dat als wij dat vandaag zo zouden meemaken, dat we zouden kunnen zeggen, hey, de zalving is op Filippus, zo zouden we dat noemen in de kerk. Oh, een krachtige zalving, een zalving tot genezing, een zalving voor bevrijding. En ik denk dat we dan iets om daaromheen zouden gaan organiseren. We zouden dan zeggen, Filippus heeft een assistent nodig en iemand die zijn mail beantwoordt. En we zouden iemand, weet je, die zorgt dat het allemaal goed gaat en zo. Trouwens, we hebben ook wat financiën nodig, dus kunnen we een nieuwsbrief maken over hoeveel mensen er deze week genezen zijn. Weet je, en we zouden het misschien wel gaan organiseren. We zouden er een vlag en een logo aanhangen. En misschien zouden we wel een ego bouwen in Filippus. We zeggen, man, wat een geweldige vent ben jij, man. Je bent zo door God gezalfd, zo door God gezien. Moet je kijken wat er allemaal door jou in gebeurt. En we zouden het labelen en we zouden het bestikkeren en zeggen, kijk eens, deze bediening. Moet je nou toch eens zien. En daarom is het zo vreemd wat we vervolgens lezen. Want ineens in Handelingen 8 vers 26 staat dan, de engel van de Heer zei tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. En Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Notabene de verlaten weg. Wat bedoel je? Van centrum van opwekking, where it's all happening, waar de wonderen, waar de tekenen zijn, waar alles gebeurt, naar de verlaten weg. Klinkt zo tegenstrijdig. Veel mensen hebben last van FOMO. Weet je wat FOMO is? Wie weet wat FOMO is? Ja, jij kent het. Ik zie het. Nee, die persoon achter jou, die weet het wel. Absoluut niet. Ik weet niet eens wat het is. Nee, dan gaat het niet absoluut. Ja, goed. FOMO is fear of missing out. De angst om buitengesloten te worden. Fear of missing out. Wie kent dat? Ja. Ik zal een voorbeeld noemen, kijken of jij het ook kent. Ik ging ooit met Nicole, hadden wij een avondje op de bank. Heel veel avonden weg geweest, heel druk geweest. En vrienden van mij gingen uit eten met elkaar. En die zeiden, ga je mee, het wordt gezellig, ga je mee. Ik zei, nee, ik moet vanavond, ik moet vanavond maar eens thuis blijven. Dus ik had een wijze beslissing gedaan, dacht ik. Dus een avondje, gezellig, met Nicole op de bank. Lekker. Ondertussen krijg je foto's. Foto's van vrienden. Van liefdevolle, betrokken vrienden. Die heel graag willen weten dat zij het leuk hebben met elkaar. Dat ze het gezellig hebben. En dat een avondje lekker is en leuk en gezellig. Dus die gaan foto's sturen. Ja? Op het moment dat je die foto's krijgt, voel ik dus... Shit,
shoot. Ja. Ze hebben het leuk. Ze hebben het leuk. Ken je dat gevoel? Anderen hebben het leuk en ik ben er niet bij. Dat is fear of missing out. Dus Nicole vraagt, wat is er met je aan de hand? Ik bega een grote fout. Moet je nooit doen. Je moet nooit zeggen, ja, zij hebben het leuk. Moet je natuurlijk niet zeggen, terwijl je met je vrouw op de bank zit. Dat werkt natuurlijk niet. Vervolgens is jouw avond echt niet meer leuk, weet je wel. Gaat echt niet meer mis. Nou, dat is fear of missing out. Dan denk je, nou, zij hebben het leuk en ik ben er niet bij. Oké, ga ik weer de vraag stellen. Wie heeft wel eens fear of missing out? Oh ja, 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 precies. Nou, Filippus niet. Op de een of andere manier, Filippus zit in het midden van een opwekking, midden van een beweging. Sterker nog, er moeten hulptroepen bij. Petrus komt, Johannes komt, dat zijn jongens komen uitrusten om Filippus te helpen zijn bediening. Mensen worden gedoopt in de geest. Man, that's the place to be. Daar wil je zijn, daar is het vuur, daar is de beweging van Gods geest. Daar spreekt God, daar zijn wonderen, daar wil je zijn. En dan zegt God, je moet weg. Ga naar de verlaten weg. Hij trekt hem uit de opwekking. Op weg naar ontmoeting met één iemand slechts. Eén iemand. Geen stad, geen volle dienst, geen duizenden. Eén. En Filippus doet wat hem gezegd wordt. Hij reageert met gehoorzaamheid. En ik denk daarom trouwens dat Filippus een man was van gezag, dat hij autoriteit had. Want autoriteit gaat samen met gehoorzaamheid en gezag gaat samen met gehoorzaamheid. En ik denk, als wij een leven van gehoorzaamheid aan Gods woord leven, dat God ons helpt en meer gezag en autoriteit geeft. En ik denk, op een of andere manier gaan die twee dingen samen. En Filippus doet wat hem gezegd wordt. En we zouden misschien zeggen, God, maar ik heb een succesvolle bediening in Samaria. Klopt deze roeping wel? Klopt het wel dat ik nu naar die eenzame weg moet? Maar God roept Filippus niet om succesvol te zijn. God roept Filippus om trouw te zijn. Hem te erkennen als de Heer. Zo zei moeder Teresa het ook. Ze zei, God didn't call me to be successful. He called me to be faithful. En de vraag vanmorgen is, ook voor mij, ook voor jou. Wat beweegt ons, wat motiveert ons? Is het onze trouw aan God? Of is het onze ego en de logo's die we kunnen plakken op onze bedieningen en ons succes? Wat roept God ons toe? God riep Filippus om trouw te zijn. Een van die dingen die ik van de week leerde uit dit verhaal toen ik het aan het lezen was. Maar dit verhaal leert me nog iets. God heeft niet alleen de stad voor ogen. God heeft ook oog voor die enkeling. Dat hij een man wegroept uit zo'n grote bediening in de stad en dan roept voor die ene, de enkeling. Oh, wat heeft God dan een andere visie op succes? Wat heeft hij dan toch een andere definitie van succes? Want God ziet de enkeling net zo goed als de stad. En de beweging is nooit groter dan de bekering van één. Plus één. Plus één. En zo gaat Filippus op weg. In gehoorzaamheid aan God gaat hij op weg naar die verlaten weg. Hij verlaat het feestje. Waar is het feestje? Daar was het feestje. Maar nu loopt hij op weg naar een ander feest. En op die verlaten weg komt hij dus die eunuch tegen. Een ontmande, een gecastreerde man. En deze man was ontmand, gecastreerd, simpelweg omdat hij voor de koningin van de Ethiopië werkt. En in de hele hofhouding waren er veel meer mannen gecastreerd, dat kan ik je verzekeren. Want wat we niet kunnen hebben is vruchtbare mannen in de omgeving van de koningin. Dat gaat gewoon niet. Dus het was een eer om voor haar te werken. En het was een eer dat, ik zeg het gewoon even zoals de Bijbel het zegt. Vergeef me, er zitten kinderen in de zaal. Maar het was ook een eer dat zijn zaadballen werden geplet. Zo zegt de Bijbel het. Ja, en we gaan het zo meteen lezen. Maar deze man is in Jeruzalem geweest om naar God te aanbidden. Hij is daar geweest in de tempel om God te zoeken. Maar dit is zoals de Bijbel het zegt. Jij kan niet anders, maar eunuch klinkt beter, hè? Eunuch klinkt als een titel. Oh, doe mij maar eunuch, tot je weet wat het is. Ik denk, nou, ik denk er nog een nachtje over na, weet je wel. Dit is wat, hier, kijk, staat er gewoon. Zie je, zo zegt de Bijbel het. Mannen bij wie de zaad... Oh, wacht even, er staat nog iets bij. En dat is voor ons eigenlijk wel heel belangrijk, nu ik erover nadenk. Mannen bij wie de zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden, mogen niet deelnemen aan de dienst van de Heer. En daar is hij net geweest.
deze man is toch geweest in de tempel? De Bijbel zegt nog heel nadrukkelijk dat hij daar geweest is om God te aanbidden. Hij heeft toch een bezoek gebracht aan die tempel? Maar volgens Deuteronomium 23 vers 1, dat is een boek uit het Oude Testament, een van de 5 boeken van Mozes, in het begin van de Bijbel, staat dat hij eigenlijk helemaal niet mee mag doen met die dienst aan de Heer. Hij staat buitenspel. En waar veel mensen van heinde en verre kwamen om ook die God te ontmoeten, heeft deze man misschien wel ontdekt dat er voor hem helemaal geen ruimte was. Zou het voor de eunuch een teleurstellende rit zijn geweest? Hoe zou hij het ervaren hebben toen er restricties waren? Zou hij erop aangesproken zijn überhaupt? Dat dat soort mensen niet welkom waren. Was hij teleurgesteld? Ik weet het niet, het zijn gewoon vragen die ik stel. Was hij teleurgesteld toen de deur dicht bleef? Hij heeft in ieder geval een aandenken gekocht. Hij heeft een Jesaja, een boekrol gekocht. Dat is heel duur, dat is voor de rijken. Hij had geld zat, maar soms is geld niet genoeg om jezelf ergens naar binnen te krijgen. En hij heeft een boekrol gekocht en op weg naar huis, misschien wel, en we weten het niet zeker, maar misschien wel met twijfel, of misschien wel met een teleurstelling, misschien van een koude kermis thuiskomend, hij had misschien zo op gehoopt dat de tempel, misschien wel een ontmoeting met God, misschien wel, maar hij rijdt nu naar huis. En dan heeft God een afspraak met hem. En daarom zegt God tegen Filippus, uit het feest naar een nieuw feest, een ander feest. En de geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in die wagen, die man. En Filippus haastte zich naar hem toe. Dat moet je vooral doen. Als de Heilige Geest zegt, ga naar die man, dan moet je je haasten. En hij hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg, begrijp je ook wat je leest? Weet je, een van de eerste dingen die we kunnen doen om met mensen in gesprek te raken, is simpelweg een vraag te stellen. Wist je dat? Ik hoorde dat van de week, een verhaal. Zo'n mooi verhaal was een meisje die zat in een koffiewinkel. Niet koffieshop, waar je dit doet, maar waar je echt gewoon dit doet. In Nederland moet ik dat uitleggen. Weet je. Maar Starbucks, hè? Dat. De Fazant, weet ik veel. Dat. In ieder geval in zo'n... En ze zat daar en ze kreeg de indruk dat de Heilige Geest tegen haar sprak. En zei, zie je daar die vrouw? Spreek haar aan. En toch deed ze het. En ze had het gevoel, ze kreeg sterk een gevoel, een indruk, dat deze vrouw betrokken was bij hekserij. Maar goed, je gaat natuurlijk niet iemand afstappen en zeggen, hey, ken ik je ergens van? Ben je heks? Weet je wel. Dat ga je natuurlijk niet doen. Dus deze vrouw, die loopt naar haar toe en vraagt om wijsheid. En op een gegeven moment krijgt ze een indruk. Ze zegt, oh ja, dit ga ik doen. Ze zegt, hey, ken ik jou niet ergens van? Van een seance? En die vrouw zegt, seance? En ze zegt, nou, ik ben wel eens bij een seance geweest met mijn zus. We vonden het verschrikkelijk eng. En sindsdien slaap ik niet. En word ik door angst overvallen. En toen zei die vrouw, oh, ik sta hier met jou te praten, omdat ik denk dat Jezus dat aan me vroeg. Ik dien Jezus en mag ik voor je bidden? En samen spraken ze over Jezus. En de volgende dag kwam deze vrouw met haar zus naar de kerk, gaven ze hun leven aan Jezus en werden ze bevrijd. Kijk, dat soort dingen vind ik leuk. Dat wil je toch in een koffietent, of niet? Wilt u er nog wat bij? Ja. Doe maar wat bevrijding en genezing. Gewoon daar waar wij mensen ontmoeten. En het begint met een simpele vraag. En ook hier begint Filippus met een vraag. Begrijp je wat je leest? Weet je, misschien bid je voor je buurman. Misschien bid je voor een zus of voor een moeder. Of ik weet het niet. Maar misschien is de beste manier om zich te verbinden aan die ander een vraag te stellen. In onze cultuurwoorden zeggen we, de vraag komt voor de conclusie. Want conclusies geven vaak afstand, maar vragen verbindt. Misschien kunnen we beginnen met gewoon vragen te stellen aan onze buurman. Wat hem bezighoudt, waar hij doorheen gaat. Begrijp je wat je leest? En hij zegt, hoe kan ik het begrijpen, zegt Filippus. Als niemand het uitlegt. En dan gaat Filippus, stapt in en gaat het uitleggen. En dan gaat hij uitleggen aan de hand van wat ze net gelezen hebben. Zo simpel.
En dan begint Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus. En dan in dit neemt hij als uitgangspunt over zijn schapen en dan wordt het lam. En dan gaat hij het evangelie van Jezus uitleggen. En dan vertelt hij, wat hij precies gezegd heeft, dat weten we natuurlijk niet. Maar hij neemt dat schriftgedeelte van Jesaja en hij legt daarmee het evangelie van Jezus uit. Misschien kan de band zo terugkomen. En dan gebeurt er iets. Dan zijn ze, dus zit in die wagen steeds zo voor dat Filippus en de eunuch zitten daar. En dan zegt de eunuch, kijk, water. Kijk, water. Wat is er eigenlijk op tegen? Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En deze zin is voor ons veel belangrijker dan je misschien denkt. Want dit is een man die weet, mijn handicap, mijn verleden, de verwondingen die ik letterlijk in mijn lichaam meedraag, die zijn als een drempel om God te aanbidden, om hem te kennen, om deel te nemen aan de eer en de aanbidding en het lied van God, om deel te nemen aan het dienen van God. Zijn lichaam kent letterlijk de verwonding en zeg maar de littekens wat hem op afstand zet van God. En hij weet niet beter dan dat Deuteronomium 23 zegt dat er voor hem geen plek is in de dienst van de Heer. Maar hij heeft het evangelie van Jezus Christus gehoord. En als hij het evangelie van Jezus Christus heeft gehoord, is er een vrijmoedigheid in hem geboren om te zeggen, hey, kijk, water, wat is er eigenlijk op tegen? Wat is er eigenlijk op tegen dat ik gedoopt word? Deze man heeft een vrijmoedigheid gekregen omdat hij het evangelie van Jezus heeft gehoord. En misschien zit jij hier vanmorgen als een soort eunuch. Als een onvruchtbaar iemand. Als iemand die ook littekens meedraagt in je leven. Als iemand die ook misschien de verwondering letterlijk of figuurlijk in je hart of in je lichaam draagt. En misschien heb jij wel jouw falen, jouw tekortkomingen, jouw pijn, jouw verdriet, jouw verleden. En die als een drempel, na drempel, na drempel zeggen, oh, wat heeft God nou aan mij? En zal ik ooit deel mogen kunnen nemen aan het gezin van God? Zal dat ooit voor mij zijn? Maar weet je, dan mag ik hier vandaag tegen jou zeggen, tegen jou zeggen, tegen jou zeggen. Als God Filippus wegneemt uit het feestje voor de velen en brengt naar die ene, dan mag jij hier vanmorgen weten, ik ben zo'n ene die door God geliefd is. Ik mag weten dat hij van me houdt. Ik mag weten dat hij me ziet in mijn pijn. Ik rij misschien over die verlaten weg. Maar God heeft mij niet verlaten. En hij neemt elke drempel weg om in relatie met hem te leven. Jezus heeft alles gedaan om in relatie met jou te leven. Om jou te brengen bij de Vader. We zongen net, the Father's arms are open and wide. De Vaders armen zijn wijd. En weet je waarom de Vaders armen wijd openstaan? Omdat Jezus ze heeft uitgestrekt aan het kruis. Als een beeld van welkom aan iedereen. Elke eunuch, elke onvruchtbare, elke persoon met wonden en pijn en verdriet in het leven. Is er een plaats aan het hart van God. Omdat Jezus voor eens en altijd zijn arm heeft uitgestrekt. Als beeld van welkom voor elk kind. Hoe verloren, verwond ook. Amen. Het is voor jou vandaag. Het is voor jou. En hij liet de wagen stilhouden, zegt de Bijbel. En beide liepen het water in. Waarna Filippus hem doopte. En zo neemt God Filippus mee. Als, nou, weg. Maar de eunuch vervolgt zijn weg vol vreugde. Weet je wat zo mooi is? Nog voor de... We hebben nog een... Nou, het is een pittig onderwerp, daar gaan we nu niet op in. Maar ons koloniale verleden, hè? Dat was blanken de wereld in gingen. En we namen het evangelie mee. Maar toen de blanken in Ethiopië kwamen, was het evangelie er al. Er was al een kerk. Een van de oudste kerken ter wereld is de Ethiopische Koptische kerk. Een orthodoxe kerk. En ik kan me niet voorstellen dat het niet komt omdat die ene persoon, die ene, werd gevonden door God. En zijn weg vervolgde met vreugde. En ook zijn stad, ja zijn land, kwam onder de heerschappij van Jezus. Weet je, dat is het verhaal van Filippus en de eunuch. Mooi verhaal. Maar hoe zit dat met jouw verhaal? En ik heb gevraagd of Nelinda en Job nog één keer die woorden willen zingen. Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Jezus roept. En misschien is vandaag wel de dag waarop Jezus jou roept. Zie, daar is water. Wat is er op tegen dat jij gedoopt wordt?
Laten we bidden. En daarna luisteren we naar het lied. Heer Jezus, dank u wel voor vanmorgen. Dank u wel dat u hier in ons midden bent. De stad is in uw hart. En deze duizenden mensen zijn op uw hart. Maar ook ik. Wij, ieder individueel. Gezien en geliefd door u. En voor ons, voor sommigen van ons, vanmorgen geldt dat het een ochtend is om ons leven toe te vertrouwen aan Jezus. Misschien wel voor de allereerste keer. We hebben zelf gedacht, de drempel is te hoog, mijn verwonding is te groot, mijn zonden zijn ontelbaar, voor mij is het niet. Maar zoals de eunuch mocht ontdekken dat het evangelie van Jezus Christus ook hem kon bereiken en ook hem kon vrijmaken, zo geldt voor een ieder van ons vanmorgen dat het evangelie van Jezus Christus een ieder bereikt en wil vrijmaken.